dat festival wordt vanavond voor de 29e keer georganiseerd. Eigenlijk is dat heel wonderlijk, want als het aan de critici had gelegen, zou het nooit zo ver gekomen zijn. Die vonden het maar niks. Elk jaar leek het dan ook het laatste festival te worden. Maar zoals dat vaak gaat, hebben juist die programma's dikwijls het meeste succes waarvoor de tv-recensent zijn neus ophaalt. En gelukkig maar. Daarom zijn we vanavond hier. Er zijn weer 19 landen van de partij. En daarom worden deze beelden van het mooie Luxemburgse landschap op dit moment bekeken door tussen de 450 en 500 miljoen televisiekijkers. Luxemburg organiseert dus de zaak, maar wel met hulp, en ik zeg u dat meteen vast aan het begin van dit programma, vooral hulp vanuit Nederland. Het decor, het licht en een groot deel van de techniek zijn vanavond in Nederlandse handen. Want wat zeggen ze hier bij de commerciële Luxemburgse omroep? De kwaliteit van vooral de technische mensen die bij de Nederlandse TV werken, die kwaliteit is de hoogste in heel Europa. Nou, bij al het gezeur over ons bestel en onze eigen TV mag dat aan het begin van zo'n programma, denk ik, best eens gezegd worden. Het festival heeft een kleine verjongingskuur ondergaan. U zult dat meteen al merken, want over enkele ogenblikken krijgt u in beeld de allerjongste presentatie die ooit het festival heeft mogen presenteren. Het is Desiree Nosbusch, verrukkelijke Luxemburgse, en bovendien spreekt ze vloeiend vijf talen, waaronder het Luxemburgs. Ze heeft ons van tevoren gevraagd om niet te veel over de directie heen te praten. En wie zijn we dan? Hier is in het kleine, gezellige, nieuwe theater van de stad Luxemburg, Desiree Nosbusch. Quelle atmosphère de fête ici. Y a-t-il quelque chose d'extra ce soir? Oh, let me tell you, this is one of the greatest moments of all my young life, but it's also the hardest. Herzklopfen nennt man sowas, kann man das hören? Hallo sind ich, hi. Guten Abend, alle gut zusammen. Willkommen, hi, an der Stadt, am neuen Theater zu Luxemburg. Luxemburgo, vi invita al Grand Prix d'Eurovision, da fängt es an, de la chanson 1984. Denn Luxemburg hat ja im letzten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland gewonnen mit dem Lied von Corinne Hermès, C'est la vie et cadeau. 1984, but Orwell was wrong. There's not one watching you. There are 500 million people watching us here tonight in the new theater in Luxembourg. Ici ce soir, heute Abend. That means, yes, we have to do something. And Desiree zegt nog eens dat er 500 miljoen kijkers zitten te kijken. En dat het publiek hier vanuit de zaal zich even moet laten horen. If it turns red, quand c'est sur le rouge, ça veut dire que vos applaudissements sont assez bien. Moyenne. Il y a quelqu'un ici en bas qui me sourit, mais il n'y a pas longtemps, il n'avait pas de raison à me sourire. Ladies and gentlemen, Monsieur Pierre Cao, chef de notre grand orchestre de RTL ce soir. Vertelt nu de dirigent voor van het Luxembourgse orkest, die vroeger meer reden had om haar te lachen, want dat zal ze nu gaan vertellen. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Pierre Cao était encore mon professeur de musique à l'école. Mais Monsieur Cao, ce soir c'est moi qui vous souhaite de bonnes notes. Monsieur Pierre Cao. But now we're gonna start right up at the top of the European map and our scoreboard. Sweden, la Suède, Sverige. And there you can see all the 19 participating countries. That means 19 songs and the order of appearance is purely coincidental. En hallo, good evening, bonsoir, guten Abend, schöne guten Abend to all our commentators on the balcony. En daar zitten wij dan met allen op het balkon van het theater hier. Das Kaijchen van RTL Plus is ook daar. Hallo Kaijchen. And tonight you're so to say European ambassadors, europäische Botschafter. So please think about that, okay? Alors, vive l'Europe, but I'm sure this European summit will work excellently because Eurovision,
L'Eurovision est une institution européenne qui fonctionne. L'Eurovision is een Europese organisatie maintenant 30 ans. Die perfect werkt, perfect happy birthday, nu al Eurovision, and now we'll start. Oh, I almost forgot to tell you. 30 is also the number of countries watching us here tonight, even the Soviet Union. So, dobry vecha and na zdrowie. But now we'll start. En zo begroet taalkunstenares Desiree Northwood ook de Russische certificaat. Our song trip, notre voyage à travers l'Europe, from Sweden to Portugal, and I'm sure all of you, you in here and you out there, will enjoy it. So, bon voyage, goede reise. En tot slot wensen we ons goede reis langs de 19 landen die meedoen. Het spits wordt afgebeten door Zweden. Met dit soort filmpjes worden alle landen vanavond aan u voorgesteld. En ik zeg het u maar vast, daarin ziet u niet de artiesten, maar alleen maar de verschillende landen. Zweden komt naar Luxemburg met drie broers, die weliswaar geboren zijn in Zweden, maar op dit moment in Los Angeles wonen. Het is een soort mannelijke luf, want het zijn drie heren. De Harrys heten ze, want dat is ook hun familienaam. Ze zingen het lied Diggy Lou, Diggy Lee, compleet met gouden laarsjes. Is hier de Zweedse inzet. Lichtar och dunder, magiska under. Plötsligt en dag har det hänt. Åh, vilken tur. Du är en lyckofigur. En dag i staden. Du gick där och tänkte på esplanaden. Såg du något som blänkte? Det kändes som jag hade vingar. Åh, vilken underbar dröm. Diggelo, diggelej. Alla tittar på mig. Lyckan i jord. Säg mer, vi tror på ditt ord. Tänk dig ett hinder. Det flyger du över. Vinga på skorna. Det är allt vad du behöver. Och jag kan bli vad jag önskar. I min förtrollade värld. Diggelo, diggelej. Alla tittar på mig. Där jag går i mina gyllenskor. Jag dansar. De Zweedse inzending Diggelo, Diggelee door de Fribourg Harrys.
U moet, net als wij, de eerste dagen vast wel even wennen aan de filmpjes waarmee deze landen geïntroduceerd worden, want die zijn vaak zo indringend dat er vaak enige uitleg bij nodig is. Bij dit filmpje wordt bijvoorbeeld Luxemburg bij u ingeleid. En daarin wordt verteld dat Luxemburg begin van de eeuw volledig van landbouw afhankelijk was. En dat het nu een van de belangrijkste staalproducenten van Europa is. En dat bovendien, u ziet dat hier, alle Luxemburgers altijd naar de RTL kijken. Het is maar dat u het weet. Luxemburg komt hier met een 19-jarige mannequin die ook al diverse films heeft gespeeld. Ze heeft bovendien literatuur gestudeerd, onder andere in Cambridge. Dus papi en mami mogen trots op haar zijn. Hier is Sophie Karel met het lied Sans Poussin d'amour, 100% liefde. Zoals net gebeurde bij Luxemburg, dan betekent dat dat behalve de 40-man orkest waar die dirigent voor staat, dat er ook nog een van tevoren opgenomen geluidsband wordt meegestart. En daar moeten we dan af en toe even op wachten als die band niet goed voor staat. Op die band staat dan van tevoren opgenomen ritmen en effecten. Frankrijk komt met Annick Tumazo. Zij zingt het liedje Autant d'amoureux que d'étoiles. Er zijn op de wereld evenveel verliefde mensen als er sterren zijn. In het dagelijks leven is zij gids, zij leidt toeristen rond in haar geboorteplaats Fréjus in Zuid-Frankrijk. Voor Frankrijk hier Annick Tumazo. Evenveel verliefde als dat er sterren zijn.
danse, elle tourne la tête. Il paraît qu'il y a de l'orage dans l'air. Le monde est-il meilleur ou pire? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais chez moi, j'entends des éclats de rire. Dan gaan we naar Spanje. Het lied waarmee Spanje hier naartoe komt gaat over een oudere dame die een teleurstellende ervaring heeft in de liefde. Elke dag opnieuw maakt ze zich weer op in de hoop dat hij op een dag toch nog eens zijn neus om de hoek van de deur zal steken. Tja, je weet maar nooit. Dat lied heeft een verrukkelijke Spaanse titel meegekregen, Lady, Lady, en wordt gezongen door een groep. Bravo heet die groep. 2 jaar geleden is deze groep geformeerd, eigenlijk naar het voorbeeld van ABBA, 2 dames en 2 heren, want zij de Spanjaarden laten wij nou ook eens vanuit het laboratorium zo'n groep gaan samenstellen. Het is overigens een goed lied met een heel plezierige melodie, u zult dat horen, en nogmaals met die echt heel erg Spaans klinkende titel, Lady, Lady. Hier is de groep Bravo. Al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor. Su panela gris, su panela gris, su traje de almidón, perfume de jazmín, patines de charol. Pinta los ojos de azul, aunque hace 1000 años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano le quebró un desengaño, Lady, 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 vive en su mundo.
Ik weet niet of u de ochtendbladen in Nederland gelezen heeft, maar wij hier hebben altijd verschrikkelijk veel pret om de voorbeschouwingen. Met name over het land dat nu komt, Noorwegen. In de Telegraaf lazen we vanochtend dat deze inzending met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. En wat schrijft het Algemeen Dagblad over die Noorse inzending? Twee meisjes die beginnen en eindigen met het decreet van een hert in doodsnood. Het snijdt allemaal door je ziel. Sterker nog, wat doen ze hier? Nou, dat mag u zelf allemaal uitmaken. Maar om u aan te geven dat er niets over het eindresultaat en echt over de kwaliteit van dit soort liedjes te zeggen is, zelfs niet door de vakmensen. Noorwegen komt met een duo, die luisteren naar de naam Dolly Deluxe, en zij zingen het lied Lange leven lieve, lang leven het leven. Volgens mij wilden ze nog eventjes naar de kapper voor dit optreden. Dat is niet gelukt, maar het heeft wel iets heel ontwapenends. Noorwegen met de groep Dolly Deluxe. Bye.
kijken wie er gelijk heeft straks. De telegraaf over het algemeen dagblad. Het was Noorwegen. Ik kom straks nog even terug op het schitterende decor gemaakt door de Nederlandse ontwerper Roland de Groot. Maar de filmpjes zijn zo kort dat ik toch wil proberen om u daar zoveel mogelijk over de artiest in te vertellen. Met dit hele zeldzame filmpje wordt op een leuke manier Engeland bij u geïntroduceerd. En dat lied is een verhaal apart. Het is een lekker liedje wat gezongen wordt door Bell en de Devotions. Maar het is zo verschrikkelijk gejat. U moet straks maar eens kijken. Het zijn gewoon de Supremes, maar dan in een soort punk uitvoering. Het is wel heel apart, maar het is een duidelijke kopie van het lied Baby Love. En het schijnt zelfs dat Holland & Dozier, de boys die alles voor de Supremes hebben geschreven, ook al een proces overwegen. Nou, we zullen dat allemaal beleven. Bell van Bell & Devotions heet in werkelijkheid Kit en is 28 jaar. En ik wil u wel even iets nog vertellen, inside information. De twee Devotions die u naast haar ziet, die bewegen wel mooi, maar die zingen haast geen noot. Want achter de coulissen staat een heel koortje dat hun lied zingt. Hier zijn ze, de Supremes in punk-uitvoering met het lied Love Games uit Engeland, Bell and the Devotions. Uit de zaal voor deze Supremes-imitatie uit Engeland. Even nu, terwijl Cyprus door middel van een videospelletje bij u wordt ingeleid over dat decor. Het is, en ik doe al heel wat jaar de televisie inmiddels, echt het allermooiste decor wat ik ooit gezien heb. Het heeft dan ook 5 ton gekost, 500.000 gulden inclusief mankracht. Alles in het decor kan elektronisch bewegen en daardoor kan elk land een eigen tableau krijgen, een eigen decoortje met een heel eigen sfeer. Het is gemaakt door Roland de Groot, de topdecorontwerper van de NOS. Het is ook uitgevoerd door de NOS en het hele decor is op aparte trailers hier naartoe gevoerd. En er zijn 15 mensen 10 dagen hier aan bezig geweest om die hele zaak in het kleine theater te bouwen. Cyprus dus komt met een zanger van 26 jaar. Hij is geboren op Cyprus, maar woont in Engeland. Hij heet Andy Paul en hij zingt het lied Anna Marie Helena.
Todo más, todo tragudo. Alma, pedacto, se costó lemo. Alma, din cardia mutis estes, a chimbagonia, que mutió mi stochimona, que tin monaxia. Ana Maria Lena, mi agapi mas grati. Anna Maria Lena, η χαρά στη ζωή να κρυβεί. Anna, με γλυκό σκοπό θα στο πω. Anna, τώρα βρήκα την αλήθεια, δρόμο ανοιχτό. Πια στο χέρι που σου δίνω θα φτάσουμε κι οι δυο. Άννα Μαρία Λένα, μια αγάπη μας κρατεί. Ω, Άννα θα είναι ένα, το όνειρό μας τη ζωή. Άννα Μαρία Λένα. En zetten ze nu even sap, want hier komen de Belgen. En dat is niet gering. Hun inzending wordt ingeleid met een filmpje over de grote Belgische surrealistische schilder René Magritte. België heeft dit festival in 29 keer nog nooit gewonnen. Maar nu zijn de verwachtingen hoog gespannen, want we zijn hier met een statig en indrukwekkend chanson dat gezongen wordt door Jacques Segers. Voor de Vlamingen gewoon Jacques Segers. Hij schreef ook zelf de tekst. Zingen is eigenlijk niet eens echt zijn vak, want hij is hoofd van de reclameafdeling van twee weekbladen voor de Belgische Zakenman. Even uw aandacht vooraf voor twee dingen. Denkt u niet aan het begin, hè Jakkers, het licht valt uit, want dat is de bedoeling. En let u even scherp op die vier zeer strak in de camera kijkende Belgische schoonen. Pas op het eind van het lied mogen ze even lachen. Jacques Segers, een prachtige melodie, een lied van een grote eenvoud, het heet Avanti la vie. Avanti la vie traverse la mémoire des hommes, du cœur et des poings. Avanti, peut-être referas-tu Rome. Avanti, avanti la vie, sois un oiseau sans barreaux au vent. Des ailes et du bec avanti, mais vole plus haut que les chats. Le train des jours roule dans ta tête, tant de détours, souvent de gueule. Avanti, avanti la vie, n'écoute pas toutes les lois. J'en crèverai avanti, toutes les libertés grandes en toi. Il fallait ni roi.
s'arrête. Profites-en, change de tête. Aide-toi, le ciel t'aide. Imponerend chanson, gezongen door Jacques Vézière voor België. We gaan naar Ierland. Ierland komt met een liedje dat geschreven is, zowel tekst als muziek, door een man die u ongetwijfeld nog zal kennen, namelijk door Johnny Logan. Hij was de man die in 1980 in Den Haag zelf het Songfestival won met het liedje What's Another Year. Nu schreef hij het lied Terminal 3 en hij deed dat voor de zangeres Linda Martin. Een hele bijzondere 29-jarige verschijning, roodharig, ziet er prachtig uit, heeft een schitterende stem en is de meest geliefde zangeres van Ierland. Het lied gaat erover dat ze op haar minnaar staat te wachten op het vliegveld bij Terminal 3. En of hij komt, horen we nu van Linda Martin voor Ierland. USA. Last night I heard him say, he's been away too long, now he's coming home beyond the morning plane. If I still feel the same, I should be waiting, cause he'd be all alone. I made arrivals by the time he had said, I searched the information but it read, Terminal 3, flight's on time. Staring into a space, searching through every face, he's been too long now, he must have changed. Another time and place can never quite erase the way he turned his back and walked away. I repeated all the words he had said until a voice came through into my head. Terminal 3, flight's on time. Fly to me on the wings of all you meant to me. Inzending Terminal 3.
U zag die prachtige lichteffecten in het decor tijdens dit lied. En u zegt misschien, ja, waarom komt hij daar alsmaar op terug? Maar ik vind in dit geval ere wie ere toekomt. We moeten maar eens die mensen in het zonnetje zetten, want dat brengt op het licht. Dat is hier gemaakt door NOS-belichter Theo Houthuizen. En ook het licht zelf is in containers aangevoerd uit Nederland. In het decor zitten 3000 lampjes. En er zijn nog 150 grote lampen in de zaal die het licht zo goed maken. We zijn aan Denemarken toe, liedje nummer 10. En dat betekent nog één liedje en dan is onze eigen Maribel aan bod. Denemarken komt met het nummer De Bu De. Dat is het. Het wordt gezongen door de groep Hot Eyes. Een vrolijk zestal onder aanvoering van Kirsten, een leuk Deens rattenkopje. En als u mij persoonlijk vraagt, is het eigenlijk wel een voordeel voor Nederland dat dit lied niet echt veel bijzonders is. Maar ja, er is nog wel één man die daar totaal anders over denkt. Dat is natuurlijk deze Henrik Krookschap. Hier komt Denemarken. Uitgebeeld wordt op de manier zoals u in het filmpje gaat zien. Daar wennen we nog wel eens een keer aan. Maar hoe relativerend je ook over zo'n festival kan doen, het is toch altijd weer een moment van grote spanning. Of je wil of niet, je leeft altijd weer verschrikkelijk mee. Vooral als zo iemand als Maribel ons land vertegenwoordigt. Een Volendamse, in werkelijk heet ze Marietje Buijs-Kwakman, is 24 en op haar 12e soms al de sterren van de hemel als soliste in het Volendams Operakoor. Ze is de hele dag door vrolijk, ze heeft het niet te remmen nuchterheid, maar toch is ze onwaarschijnlijk gespannen. Gelukkig weet ze zich gesteund door de aanwezigheid van haar man Jan en van vader en moeder Kwakman. Moeder zit hier op rij 4 in echt Volendams kostuum. En reken erop dat er iets door papa en mama Kwakman heen gaat als dochter Marie straks even voor 500 miljoen mensen komt zingen. Moeder zei, ik ben zo nerveus dat ik heb een bank in mijn buik. Ze weet zich ook nog gesteund door Rogier van Otterlo. 3 minuten hoogspanning. Ik hou van jou. Oh.
alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waar ik ook ben, constant. Ik kan je zomaar niet vergeten. Neem mij weer in je armen, laat mij. Maribel. Zo schitterend heeft ze het denk ik nog nooit gezongen. Alles was er, het zelfvertrouwen, de lach en de kuiltjes. En wat zal ze blij zijn dat het erop zit. Ik moet zeggen, ze was vanmiddag aanzienlijk meer gespannen dan nu, want het kwam er buitengewoon rustig uit. Terwijl u kijkt naar de introductie van Joegoslavië, een land waartoe je blijkbaar alleen kan gaan als je een bril hebt, wil ik u nog even iets over de jurk van Maribel vertellen. Dagenlang had ze in eigen land stad en land afgereisd om de jurk te vinden. En ja hoor, toen kwam ze hier en toen bleek de jurk veel te wit. U heeft ze eergisteren nog hier bij een Luxemburgs filiaal van dat Nederlandse bedrijf deze jurk kunnen bemachtigen. En ze zei, het is de mooiste jurk ter wereld. Joegoslavië nu, een Joegoslavische dame en heer met een kleine openbare vrijage. Ze zingen Ciao Amore. Ciao amore, ciao lumami,
víme, drchtala si sva od zime, vyplakala. Ništa više nije važno, ne. Tvoje oči govore mi sve. Samo me poljubi, čao amore. Čao amore, čao ljubavi. Čao amore, čao i piši mi. Joegoslavië met Ciao Amore, gezongen door Ida en Vlado. Het schijnt het nogal een aantrekkelijke gozer te vinden, u zag dat. De beurt nu aan Oostenrijk. Tot op heden won Oostenrijk maar eenmaal het Eurovisie Songfestival. Dat was met Udo Jurgens, die zo'n 18 jaar geleden Merci Chérie. En toevalligerwijs was dat ook hier in Luxemburg. Daar willen ze wat aan gaan doen en daarom hebben ze afgevaardigd een 24-jarige struisenboerendochter uit Stiermarken. Die luistert naar de naam Anita. Ze ging uit Stiermarken naar Wenen, werd daar typiste op een advocatenkantoor, vond dat eigenlijk maar niks en wilde toch de showbiz in. Ze zingt het lied Einfach weg, gewoon weg. En wordt vergezeld door een bandje en als u goed oplet, ziet u daar ook de Oostenrijkse vreemde jongeren. Hier is Oostenrijk met Anita. Es lag nicht an dir, es war einfach da und es tut mir nicht leid und ich hab nicht bereut, was geschah. Einfach weg mit zwei Koffern in irgendein anderes Land. Einfach weg von zu Hause. Weentje spreekt.
denk ik dat het toch niet zo prettig is als een jongen zo vaak in beeld komt. Want ik haal veel van de ernst van de bedoelingen van zo'n lied af. De regie is ook heel bepalend bij zo'n festival voor waar een liedje eindigt. Duitsland nu. Voor de tweede maal stuurt Duitsland aan het Songfestival Mary Roos. Ze deed al eens een keer eerder mee. 12 jaar geleden werd het toen derde met het liedje Noor die Liebe lest ons leven. Dus u kunt wel nagaan dat er niet zo verschrikkelijk piep meer is. Maar ze is wel een van de grote persoonlijkheden des deutschen Schlagergeschlechts. Ze zingt een levenslied. Dat heet Auf gehen. Het gaat als volgt. Jij gaat weg. Ik wacht niet op je. Je bekijkt het maar. Ik zorg gewoon dat ik zelf overeind blijf. Een lied met misschien een iets te lang einde om echt heel succesvol te kunnen zijn. Maar het heeft zeker wel iets. Vooral door de persoonlijkheid en de ervaring van een vrouw met een grote uitstraling. Mary Roos. Hier is zij voor Duitsland. Sehen, jetzt werde ich es recht. Aufrecht gehen, ich hab endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht, aufrecht gehen durch die Nacht ins Das kann schon bald sein. Ist es ganz umsonst? Ich warte nicht auf dich. Und wenn wir uns begegnen, schau ich kaum hin zu dir. Und wenn ich schwach werd, sag ich streng zu mir. Ik zei wel dat het Songfestival een kleine verjongingskuur heeft ondergaan. Niet alleen in de presentatie, maar ook in het tempo. U zal het opvallen, want we gaan nu al naar de laatste 5. En u heeft waarschijnlijk tot op heden nog steeds Israël gemist. En Israël zult u ook blijven missen, want Israël is er vandaag niet. Het land had heel graag mee willen doen, maar de 5e mei is voor Israël onacceptabel. Deze dag namelijk herdenken ze daar alle slachtoffers die sinds 1948 voor Israël zijn gevallen. Het is een nationale rouwdag. De organisatie van het Songfestival kwam daarachter toen het al te laat was. En toen was er geen mogelijkheid meer om de datum te verschuiven. Een klein foutje dus. Jammer daarom te meer omdat Israël niet zelden een verademing was op dit festival. Zelfs hebben ze 2 jaar achter elkaar gewonnen. U weet het. Gedane zaken nemen helaas geen keer. Dus gaan we naar Turkije met een lied over de cirkeldans, de halal.
iz aşka gelince coşkuluyuz sen gibi esen yem gibi bakmayız ya bana el gibi elvan elvan açsın dostlar dağda çiçekler bizim elde çoktur güzeller sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele el ele. Vursun dostlar sözün diline Can dayanmaz tatlı diline Yumak yumak örülsün dostluk bağları Aşalım o zorlu dağları Sevdalı türkülerle verip el ele Seslenelim yedi dillere Sevdalı türkülerle verip el ele Seslenelim yedi dillere Voor Turkije. En het Turkse viertal gaat nu met een noodgang meteen de Finse sauna in. Het blijft toch merkwaardig, dit liedjesfestival. Het gaat eigenlijk alleen maar om de muziek en om wie het zingt, want de tekst speelt totaal geen rol. Het maakt geen bal uit of het goed of slecht is, die tekst, want de meerderheid van de juryleden kan dat toch niet beoordelen, eenvoudig omdat ze die tekst niet verstaan. Maar terwijl die tekst dus heel belangrijk is, is de taal waarin gezongen wordt wel heel erg bepalend voor het eindresultaat. Er zijn nu eenmaal talen die de gemiddelde Europeaan en dus ook het gemiddelde Europese jurylid beter in de oren klinken dan anderen. Je bent dus ook in het nadeel als je een land als Finland of Turkije bent. En het kan ook geen toeval zijn dat die landen met landen als Griekenland, Joegoslavië en Noorwegen nog nooit gewonnen hebben. Dat geldt, ik zei het al, dus ook voor Finland. Dat komt met een up-tempo stuk, gezongen door een jongen die op zijn 5e jaar een accordeon speelde, Kjerka, en het lied heet Hengaila. Siitä viis, raide kaks, jo puoli kuus, on aamulla taas lähdössä uus. Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan, ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja stengaillaan, kun juna odotetaan. Se viimeinen juna mun laukun vei. Junilla on kiire, mulla ei. Elämän junaan aina mennä mukaan saan. Jolla kaks, jo kello käy. Me asemalla kahden vai ei muita näy. Tunnin kaks on soinut blues. Ja aamun aika on ikuisuus. Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan, asemalla soitellaan ja sengaillaan, kun juna odotetaan.
kuitenkin voi laajentaa. Raide kaks ja aamu uus. Nyt myöhästyttiin uudestaan, on kello kuus. Tuonne maks, kun matka jää, niin jatkuu meidän tunnelma tää. De Finse inzending. De laatste drie. Zwitserland komt op de proppen met een drietal, twee heren en een dame. Die hadden alle drie hun eigen kleine loopbaantje in de muziek. Maar ze dachten, als we nou onze niet geringe krachten eens bundelen, wie weet wordt het dan wel wat. Toen hadden ze alleen nog het probleem van de naam. Dat werd op een zeer inventieve wijze opgelost. Want op de dag dat ze elkaar troffen regende het. Dus het trio heet Rainy Day. Toen wilden ze ook nog een lied hier zingen. Dat gaat over de zon, dus ook daar is over nagedacht. Welche Farbe hat der Sonnenschein, heet de inzending van Zwitserland. Het wordt dus gezongen door de groep Rainy Day. En de Zwitsers willen best weer eens winnen, want ze hebben alleen de allereerste keer het Songfestival gewonnen in 1956. En toen deden er nog maar 7 landen mee, dus zo heel serieus mogen we dat ook nog niet doen. Daar zijn ze, het trio Rainy Day. Gedacht, wie man sowas malt, so ein Bild von der Welt. Und wer weiß, wie ein Maler das wohl macht. Farbenfroh und schön, voller Sonnenschein, sah ich jeden Tag. Aber dann in der Nacht, da fiel mir stets die gleiche Frage ein. Welche Farbe hat der Sonnenschein? Welche Farbe hat die Welt? Ist sie blau wie das weite Meer? Wie das hohe Himmelsfeld? Welche Farbe hat der Sonnenschein? Schatten ohne Licht. Schau die Welt mit offenen Augen an, sonst siehst du die Wunden nicht. Wie malt man das Glück? Einfach zart die Rot. Wie malt man den Schmerz? Welche Farbe hat Krieg? Und wie malt heeft de Zwitserse zonneschijn. Voorlaatste nu
Italië. Het is misschien wel leuk om te weten dat dit hele Eurovision Songfestival eigenlijk voortgekomen is uit het Italiaanse festival van San Remo. Dat was altijd zo'n succes dat ze besloten om dat een Europees vervolg te geven. En nu ziet het toch nog een heel klein stukje Pisa in deze NOS-uitzending. Desondanks heeft Italië toch pas één keer gewonnen. Dat was, u weet het vast nog wel, toen met Gigliola Cinquetti die zong Nono Letta. Italië komt nu ook weer met een lied in de traditie van dat San Remo festival. Alleen gaat het dit keer niet over de liefde, maar over treinen. I treni di Tozzer. En het was het enige land waar natuurlijk weer problemen mee waren, want ze hadden zich een geluidsband aangeschaft ter ondersteuning van het lied, waar nog eens een half symfonieorkest op zong. Het wordt gezongen door Franco Battiato en door Alice. En Alice is zonder enige twijfel de vrouw met de mooiste ogen van het festival. Italië. Di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. Gaan zorgen. De Italiaanse Woody Allen en Alice, dat wonder der schepping. We moeten maar met z'n allen een creditkaartje naar Tozeur gaan sturen. Hoe vond u trouwens dat operettekoortje van drie Italiaanse huisvrouwen dat daar plotseling heel verrassend in beeld kwam? Die zongen 5,5 woord en mochten de hele week hier in Luxemburg zijn. Zijn volgens mij per scooter uit Italië aankomen scheuren voor deze minimale bijdrage. Nou, dat is toch machtig in deze tijd van bezuinigingen. Laatst in de rij, Portugal, heel toepasselijk, een lied over de stilte. Want daar zijn we wel aan toe na deze 18-4. Dit wordt het 19e stuk. Silencio e tanta gente. Stilte en toch zoveel mensen. Het wordt gezongen door een vrouw die op haar 4e al de eerste pianoles kreeg. Later afstudeerde aan het conservatorium in Lissabon. Een muziek- en talenwonder dat later ook nog een proefschrift schreef over Debussy. En daarmee in Frankrijk ging studeren. Kortom, een zeer veelzijdige vrouw aan de piano. Maria Guino met een lied over de stilte. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é algum grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio
vezes era o meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. En dat was Portugal, laatste in de rij van 19 liedjes uit 19 landen die er vanavond acte de présence geven op het Nederlands. And I hope everything is all right because it's getting real serious now. Jetzt geht's om die Sache, jetzt wird's spannend. En nu gaat het erom, zegt ze. 19 songs, we hebben de 19 liedjes gehad uit de 19 landen. 19 juries. En nu krijgen we de 19 juries. Each country consists of 11 members, just normal people. Elk land heeft een jury van 11 leden. Dat zijn geen professionals, maar doodnormale mensen. Zoals u en ik, zegt Desiree. Hoe werkt de puntentelling? Elke jury geeft aan het beste liedje 12 punten. Aan liedje nummer 2, 10. Aan liedje nummer 3, 8. En dan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So let them add and subtract and multiply. En om ze nu de gelegenheid te geven bij al die juries in die 19 landen om wetenschappelijk verantwoord op te tellen, af te trekken, vermenigvuldigen en te delen, krijgen wij hier een entre-acte. Een beetje een contrast met de perfecte videofilmpjes die we zagen, want het wordt iets heel eenvoudigs. Het zwarte theater uit Praag. Je houdt ervan of je houdt er niet van, maar knap is het wel. Denkt u in elk geval niet dat het een filmpje wordt wat u straks niet krijgt, want het gebeurt hier allemaal live op het toneel. Aan het eind zult u ook zien dat er in totaal zo'n 7 man bij betrokken zijn om al die bewegingen zo goed en zo gecoördineerd te krijgen. 5 minuten nu voor het Zwarte Theater uit Praag. Thank you.
groot applaus hier in het nieuwe theater in de stad Luxemburg voor de zeven man van het Zwarte Theater uit Praag. En dan gaan we ons nu opmaken voor het wonderlijkste gedeelte van zo'n songfestivalavond, het scorebord. Voilà, televisiemakers in de hele wereld pijnigen elke dag hun hersens om een leuk programma te maken. Vaak zitten dan maanden denkwerk in uitzending. En wat blijkt, als je echt succes wil hebben, dan heb je geen enorme geldprijs nodig om spectaculaire stunts. Je zet gewoon een bord in beeld, je laat af en toe wat cijfertjes omklappen en half Europa zit gebiologeerd naar je uitzending te kijken. Het blijft iets wonderlijks. Deze race stelt nu even een man voor. De scheidsrechter is dat Frank Neff van de EBU, de Europese Televisieorganisatie in Genève. Hij is scheidsrechter, dat heet officieel altijd de International Scrutineer. En hij moet ingrijpen als iets misgaat. Hij is onze scrutineer, onze scrutateur. The president en hoe voelen Marietje, vader en moeder Kwakman zich op dit moment en branden alle kaarsjes in Volendam nog, waarvan ik hoorde dat ze in alle huizen zijn aangestoken, vlak voor het begin van deze uitzending. Frank, nog even iets over Desiree trouwens, dat kan ik nu wel even aan u vertellen. Op haar 13e jaar had ze al een eigen radioprogramma in Luxemburg. Haar 16e had ze een Duitse tv-show, al eigen tv-shows. En nu is in New York waar ze doorleert voor actrices. Ze zorgt regelmatig voor opschudding, want de films waarin ze speelt zijn vaak iets aan de blote kant. Ze schijnt ook nogal eens ontkleed in de media, maar goed, dat schijnt er tegenwoordig bij te horen. Charmant is ze wel. Hallo, Zwarje. En ik moet zeggen, ze doet het. Perfect voor een 19 jaar. Here are the results of the Swedish jury. De punten nu eerst van de Zweedse jury. 1 point. Switzerland, 1 point. En de jury geeft eerst de laagste punten en bouwen dan op haar 8, 10 en 12 voor de drie beste liedjes. France, 2 points. France, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Cyprus, 4 points. Cyprus, 4 points. Chypre, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Turkey, 6 points. Turkey, 6 points. Turkey, 6 points. Finland, 7 points. Finland, 7 points. Finland, 7 points. Norway, 8 points. En dat begint toch vrij verrassend. Met 6 punten voor Turkije, 7 voor Finland en 8 voor Noorwegen. Spain, 10 points. Spain, 10 points. L'Espagne, 10 points. And finally, Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Irlande, 12 points. And that completes the points of en 12 jury. Punten voor Ierland. Dat was het liedje Tech Terminal 3, gezongen door Linda Martin en gecomponeerd door Johnny Logan. Aussi sur notre tableau ici ce soir. Luxemburg en Frankrijk zijn buurlanden. En in nog een ander opzicht tegen Desiree zijn ze buren, want ze hebben allebei 5 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen tot op heden. En zijn daarmee koplokkers. Nou, laten we hopen dat de traditie zich niet voortzet, dat Nederland het in Luxemburg moeilijk heeft. We hebben hier nog nooit veel geluk gehad. Ben Kramer deed het hier nog een keer het best. Die kreeg 14e met het oude muzikant. Millie Scott in 66 met Fernando en Filippo, wat hier in Luxemburg zong, haalde 2 punten. En in 62, nou, daar zijn de eerste 2 puntjes voor Ik hou van jou van Maribel binnen. En in 62 zei ik u, waren hier de spelbrekers met het legendarische werkje Katinka. En die kwamen tot het unieke totaal van 0 punten. Laten we hopen dat ons vanavond een aanzienlijk beter lot beschoren is. Portugal, 4 points. Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Suède, 6 points. Suède, 6 points. Sweden, 6 points. Norvège, 7 points. Norvège, 7 points. Norway, 7 points.
Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Italie, 10 points. Italie, 10 points. Italy, 10 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. En daar zijn de eerste 12 punten voor België, die ik eerlijk gezegd al verwachtte. Nou, het was al voorspeld. En, de krachtsverhouding ontloopt elkaar niet veel, door middel van de liedjes. Bijna alle liedjes hebben inmiddels al punten gehaald en dat is andere jaren wel eens anders. We gaan nu naar de Franse jury. Chypre, 1 point. Cyprus, 1 point. Yugoslavie, 2 points. Yugoslavie, 2 points. Yugoslavia, 2 points. Irlande, 3 points. Irlande, 3 points. Ireland, 3 points. Allemagne, 4 points. Allemagne, 4 points. De eerste punten nu ook voor Marie-Roos, 4 punten. 4 points. Finlande, 5 points. Finlande, 7 points. Finland, 7 points. Suède, non, 5 points. Oh. 3-2. Finlande, 5 points. 5 puntjes dus voor Finland. 5 points. Suède, 6 points. Suède, 6 points. Sweden, 6 points. Pays-Bas, 7 points. Pays-Bas, 7 points. Ha, we zijn weer in de race. 7 punten krijgen we van de Franse jury. 8 points. Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Espagne, 10 points. Espagne, 10 points. Spain, 10 points. Spanje gaat goed. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. En wat te denken Belgium, van de Belgen. Hier ziet u de Spaanse deelnemers. Bonsoir Paris, on dirait que ça va bien entre la France et la Belgique. Ça va pas mal. Ça va pas mal, hè? Hallo, die zijn verschrikkelijk enthousiast en ze staan ook op dit moment aan kop met 28 punten. Direct gevolgd door de Belgen met 24 en Ierland met 20. Finland, Nederland staat op dit moment op 9 punten. Point. Finland, maar Spanje mag nu zichzelf geen punten geven, want we zijn nu bij de jury in Madrid. 2 points. Belgium, 2 points. Belgique, 2 points. The United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Sweden, 4 points. Sweden, 4 points. Suède, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Denmark, en nu moeten toch langzamerhand de puntjes voor Nederland weer komen. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg. Daar zijn de eerste 7 punten voor Luxemburg. Netherlands, 8 points. Pays-Bas, 8 points. 8 punten krijgt Maribel van de jury uit Madrid. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. En finally, Italy, 12 points. Italy, 12 punten voor Italië. Ja, dat is typisch zo'n lied. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar het kan nog wel eens voor een verrassing zorgen. Buenas noches en olé. So, we'll go on with Norway. Hello, Norway. Good evening, Luxembourg. Good evening. Nu, Ierland aan kop met 30 punten. U zag net weer de roodharige Ierse Linda Martin in beeld. Italy, met haar lied one point. Terminal 3. Italy, en op de tweede plaats Spanje met 28. En derde België met 26. France, Nederland doet heel goed mee met 17 punten tot op heden. France, 2 points. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. Belgique, 3 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Irlande, 4 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. Allemagne, 7 points. 7 puntjes erbij voor het lied van Mary Rose. 8 points. United Kingdom, 8 points. Royaume-Uni,
En toch nog weer 8 punten voor de Engelse Supremes. Sweden, 10 points. Swed, 10 points. And finally, Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. Denmark. En 12 punten voor Denemarken. Nou, het wordt ongemeen spannend nu op dit moment. Want er staan drie landen samen aan kop. Denemarken, Ierland en Spanje. Alle drie nu op 34 punten. Hello, United Kingdom. Good evening, Luxembourg. BBC London calling. Here are the results of the United Kingdom jury. Netherlands, 1 point. Netherlands, 1 point. Van Engeland krijgen we 1 punt. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, 2 points. Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 points. En het was al voorspeld, tussen 7 of 8 liedjes zou het vanavond gaan, want die ontlopen elkaar niet zo gek veel in kracht. Spain, 4 points. Spain, 4 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. Suède, 7 points. Ireland, 8 points. Zweden komt goed terug in de race. En dat terwijl het toch historisch bekend is dat het een nadeel is als je als eerste zo'n festival moet openen. Zwitserland, 10 points. Swiss, 10 points. Opeens weer 10 punten voor Zwitserland nu. Denmark, 12 points. De Engelse jury geeft het grootste aantal punten aan Denemarken. 12 punten. United Kingdom jury from London, if I may reply in your own language. Ja, daar zitten ze, de Denemarken. Good night, London, and thank you very much. En ik kan maar zeggen dat het niet zo'n verschrikkelijk sterk nummer was. Hallo, Luxembourg. Nicotia calling. Here are the results of the Cyprus jury. Het beeld vertekent natuurlijk wel een heel klein beetje, want Spanje met 38 punten heeft zijn beurt als jury al gehad. En zowel Ierland als Denemarken moeten hun beurt nog krijgen. En zoals u weet, de jury's mogen zichzelf geen punten geven. United Kingdom, hun eigen land althans. 2 points. Royaume-Uni, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. Het gaat trouwens verschrikkelijk eerlijk bij de jurering. Dat is toch wel goed om ons te vertellen. Er zit in de eerste plaats een notaris bij. Finland, die zijn natuurlijk altijd onkreukbaar en volstrekt betrouwbaar. En bovendien, bij alle juries staat het beeld en het geluid uit tijdens de stemming tot het moment dat ze aan de beurt zijn. Dus er kan nooit van enige beïnvloeding sprake zijn ten aanzien van de punten die voordat een bepaalde jury aan bod komt al gegeven zijn. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, en alleen het arme Oostenrijk blijft nog steeds volkomen puntloos. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Ierland, 10 points. And finally, Sweden, 12 points. Sweden, 12 points. En het maximum aantal punten gaat hier naar Zweden. Naar de gebroeders Harrys. Good night, thank you, Cyprus. Est-ce qu'on peut déjà dire qui est-ce qui mène un petit peu la France? Dus. Ierland, qu'on a op 1 punt nu gevolgd door Denemarken. En op de derde plaats nu opeens Zweden met 45 punten. Spanje 44. Alors, on continue avec la Belgique. 18 punten. Allô, la Belgique? Bonsoir Luxembourg, ici Bruxelles. Voici les résultats. En nu de Belgische jury. Norvège, 1 point. Norvège, 1 point. Norway, 1 point. Royaume-Uni, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. United Kingdom, 2 points. Espagne, 3 points. Espagne, 3 points. Spain, 3 points. Turquie, 4 points. Turquie, 4 points. Turkey, 4 points. La Suisse, 5 points. Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Allemagne, 6 points. Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. La Suède, 7 points. Suède, 7 points.
Sweden, 7 points. Nu 7 punten voor Zweden, die komen daarmee op 52. Denmark, 8 points. 8 punten gaan naar Denemarken. Denmark, het is nu echt alweer een nek-aan-nek race geworden tussen Zweden, Denemarken, Ierland en Spanje. France, 10 points. France, 10 points. En Ierland, 12 points. Ah, Ierland, 12 points. 12 punten Ireland, voor 12 points. Ierland. Voor Linda Martin met haar lied Bonsoir, Terminal Bruxelles. 3. Et merci. Alors voilà, on daarmee staat Ierland avec ook aan de aan kop met 24 punten. Hello, Denemarken, Ireland. De groep Hot Eyes met het lied Delieu de is tweede. En Zweden is ook nog alleszins kansrijk, evenals Spanje. Austria, dat lied Lady point. Lady van de groep Bravo. L'Autriche, 1 point. Turkey, 2 points. Turkey, en daar two is het points. Met veel applaus begroet. Eerste punt voor Oostenrijk. Norway, 3 points. Norway, 3 points. Norvège, 3 points. Cyprus, 4 points. Cyprus, 4 points. Chypre, 4 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Netherlands, 6 points. Netherlands 6 points, Pays-Bas 6 points. 6 punten erbij voor Ik hou van jou van Maribel. Spain 7 points, Spain 7 points. United Kingdom 8 points. United Kingdom 8 points, Royaume-Uni 8 points. Denmark 10 points. En dan gaat Denemarken weer met 10 punten. Denmark 10 points. Denmark 10 points. And Sweden. En 12 Sweden, punten nu voor Zweden. 12 points, Zweden 12 points. And that completes the points of the Irish jury. Good night, Luxembourg. Good night, Ireland. Thank you. So, welcome to Denmark. Daar zit u de tafel nog met meneer Neff, de international scrutineer, de scheidsrechter die nog niet heeft hoeven ingrijpen. United Kingdom, en we zijn nu bij de Deense point. Jury. Royaume-Uni, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, nou, voor Maribel ziet point. Het er niet al te best uit. Het is jammer, want we hadden best wel weer eens een succesje Ireland, kunnen gebruiken. In 1975 hebben we in Stockholm voor Ireland, het laatst gewonnen. Dat is alweer 9 jaar geleden, toen met Austria, Dinge Dong. Austria, werd nog gezongen door de groep Teach-In, maar ik geloof dat het er dit jaar niet in zit. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Finland, 6 points. Finland, 6 points. Finland, 6 points. Spain, 7 points. Spain, 7 points. Nou, nu gaan we weer langzaam naar de top van het klassement, zoals de Deense jury dat ziet. Switzerland, 8 points. En Denemarken krijgt dus zelf nu geen punten. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. Die geven opeens 10 punten aan Cyprus. Sweden, 12 points. Sweden, 12 points. Zweden, en de 12 punten gaan naar Zweden. Dus we hebben een andere leider. Zweden nu aan kop. Het drietal uit Zweden. Met 76 punten. En daar zitten ze, de gebroeders Harrys. You can see that Sweden is the one with the most points, 76 points, la Suède avec 76. En dan gaan we naar Nederland, naar Hilversum, naar de Nederlandse jury, onder leiding van Flip van der Schalie. Hello. U kent hem wel van het AVRO-spelletje, wie van de drie? Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. Spanje, 2 points. Denmark, 3 points. 2 punten maar voor Spanje. Die zullen daarmee ongetwijfeld points. Een heel klein beetje achterraken. 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. Allemagne, 5 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Ireland, 7 points.
Ireland, 7 points. 7 punten voor Ierland. 7 points. Belgium, 8 points. Belgium, 8 points. Belgique. Het resultaat van België valt me toch een beetje tegen. Sweden, 10 points. Ik heb gezegd iets meer van verwacht. Sweden, 10 points. 10 punten Zweden, voor Zweden. Die gaan voortreffelijk. En France, 12 points. France, 12 points. France, 12 points. Een kleine, niet begrijpende zucht maakt zich nu van de zaal hier meester, omdat de 12 punten van Nederland naar Frankrijk gingen. So it's Yugoslavia now. Hello, Yugoslavia. Hello, Luxembourg. 86 punten en aankoop. Bonsoir. De Zweden. De gebroeders Harris met op de tweede plaats Ierland. Nu de Joegoslavië. Unie, 1 point. United Kingdom, 1 point. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Spain, 2 points. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Eén ding is duidelijk: de beste liedjes zaten zeg maar in de eerste driekwart van de uitzending. En ik neem aan dat u dat gevoel thuis ook wel had. Sweden, 4 points. Pays-Bas, 5 points. Pays-Bas, 5 points. Netherlands, de jury in Joegoslavië geeft ons 5 punten, waardoor we toch op een zeer acceptabel totaal komen van 29 Denmark, punten. 6 points. Denmark, 6 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. 6 puntjes net erbij voor Denemarken. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. 8 punten voor Luxemburg. 2 points. Turkije, 10 points. Turkije, 10 points. En nu? 12 points. La Chypre, 12 points. En dan gaan opeens de 12 punten Cyprus, naar Cyprus. 12 points. Ja. Het ziet er nog steeds heel goed uit voor Zweden. Voor het trio. Et maintenant, Harris. On passe à Denemarken nog steeds op de tweede plaats. Del Jude van de groep Hot Eyes. En Ierland blijft op een derde plaats. Germany, 1 point. En zo zitten we met de 500 miljoen een klein half uurtje naar een bord te turen. Dat blijft toch iets machtigs. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. Belgique, 3 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. En dan eindelijk weer eens 7 puntjes voor Italië. France, 8 points. France, 8 points. En nu de hoogste twee. 10 points. 10 punten Ireland, voor Ierland. 10 points. Irlande, 10 points. En Sweden, 12 points. En 12 punten naar Zweden. Sweden, 12 points. Zo. Zweden, 12 points. And that completes the points of the Austrian jury. Gute Nacht. Gute Nacht, Wien, und vielen Dank. Und jetzt gehen wir in die Stadt, in die nemen even behoorlijk afstand nu, de Zweden. Ze staan op 102 punten en ze hebben nu opeens afstand genomen van en Ierland en Denemarken. En alle jury's zijn al op geweest, dus het is een eerlijk beeld op dit moment. Goed. Alors ici Monique, et voici les résultats du jury allemand. En nu de Duitse jury. Finland, 1 point. Finland, 1 point. Norvège, 2 points. Norvège, nou, één ding is duidelijk. Het gaat tussen Zweden, Ierland en Denemarken. Spanje is toch waarschijnlijk al op een te grote achterstand gekomen. Yugoslavia, 3 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Danemark, 5 points. Danemark, 5 points. Denmark, 5 points. L'Italie, 6 points. Italy, 6 points. Royaume-Uni, 7 points.
Royaume-Uni, 7 points. United Kingdom, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. En dan nog weer 8 punten voor Silencio e Tanta Gente, Tanta Gente van Maria Guino voor Portugal. En enfin, la Suède, 12 points. La Suède, 12 points. En daar Sweden, gaan ook naar Duitsland de 12 punten naar Zweden. Nou, het begint er heel voorzichtig eens naar uit te zien dat die mascotten niet meer nodig hebben, de geboeders Harry. C'est la Suède qui mène avec 114. Ouais. Ja, die voelen zich wel even lekker op dit moment. En maintenant on passe à la Turquie. Hallo Turkey. Hallo Luxembourg. Naar Turkije nu gaat deze hier in. The results of the Turkish jury. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. Denmark, 2 points. Denmark, 2 points. Danemark, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. Zweden, 3 points. Die Turken hebben niet zo gek veel op met het Zweedse nummer, want van Turkije krijgt Zweden maar 3 punten. Points. Luxembourg, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 punten points. Voor België. Belgique, 5 points. Finland, 6 points. Finland, 6 points. Finlande, 6 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Italie, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavie, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. 10 punten voor Ierland. Dat brengt toch de spanning wel weer enigszins terug. 12 points. Spain, 12 points. Espagne, 12 points. En 12 punten naar Spanje. Nou, dankzij de Turkse jury is toch de spanning weer enigszins teruggekomen. Want Zweden staat op 117 en Ierland op 104 punten. And then it's en we hebben nog Ireland with 4 juries te gaan. So now we'll see if Finland is gonna change something. Hello, Finland. Maar duidelijk is in elk geval dat het nu eigenlijk alleen nog maar gaat tussen Zweden en Ierland. Switzerland, 1 point. Suisse, 1 point. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavie, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. Turquie, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Norway, 5 puntjes erbij voor Denemarken. Norway, 6 points. Die houden toch de derde plaats stevig in handen. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. 7 punten voor Ierland. Die komen daarmee op 111. Sweden, 8 points. Ja, en dan gaan er weer 12 punten naar Zweden. 8 points. Zweden. En dankzij Finland neemt Zweden dan toch weer behoorlijk afstand. Belgium, 10 points. Belgiek, 10 points. 10 punten voor België. Italy, 12 points. En Italy, 12 points. Italië. En de 12 punten van Finland gaan naar Italië. Thank you very much, Finland. And you know, I wanted to tell you, when you live in America and you want to say hello, you just say hi. But if you want to say hi in Switzerland, it's not that easy because you have to say it in 4 languages. So I have to call them and say bonsoir, buona sera, guten Abend, and buona sera. En zoals het hoort, goed deze Reynolds Bush nu de Zwitserse jury de 4 talen die in Zwitserland gesproken worden. Bonsoir. En Zwitserland antwoordt dan gewoon in het Frans. Et voici les résultats du vote du jury suisse. Denmark, 1 point. Danemark, 1 point. Norvège, Denmark, 1 point. 1 puntje maar voor Denemarken. Norvège, 2 points. Norway, 2 points. Espagne, 3 points. Espagne, 3 points. Spain, 3 points.
France, 4 points. France, 4 points. France, 4 points. Pays-Bas, 5 points. Pays-Bas, 5 points. En ik wilde net gaan zeggen dat de jury ons toch niet moeten gaan vergeten. En we krijgen er weer 5 punten bij voor Ik hou van jou van Maribel. We komen op 34 punten. Turkey, 6 points. Italië, 7 points. Italië, 7 points. Italy, 7 points. Portugal, ja, Italië is toch aardig mee gaan doen nog. Portugal, 8 points. Portugal, 8 nou, points. Nou, wie krijgen nu de 10 en de 12? Zweden. De 10 punten van Zwitserland gaan naar Zweden. Sweden, 10 points. En Ierland, 12 points. Ierland, en dan komt opeens points. Ierland nog vervaarlijk opzetten met 12 punten erbij. En het verschil tussen Zweden en Ierland is nu exact 12 punten. Met nog twee juries te gaan, die van Italië en Portugal. Et l'Irlande en numéro 2 avec 123 points. 12 puntjes verschil tussen Ierland en Zweden. Adesso andiamo in Italia. Ciao Roma. Bonsoir, Luxembourg, ici Rome. Voici les résultats du jury italien. Belgique, 1 point. Belgique, 1 point. Belgium, 1 point. Allemagne, 2 points. Allemagne, 2 points. Germany, 1 puntje uit Rome voor België. De Belgen hebben het toch waarachtig niet slecht gedaan deze keer. 3 points. Luxembourg, 3 points. Suisse, 4 points. Suisse, 4 points. Switzerland, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. 5 punten voor Denemarken, die zijn dus nu definitief uitgeschakeld voor de eindzegen. 6 points. 6 puntjes voor Zweden. 6 points. France, 7 points. France, 7 points. Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Royaume-Uni, 10 points. Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, en nu 10 de 12 points. Punten. Ierland, 12 die gaan naar Ierland. L'Irlande, 12 points. 133. Ireland, 12 points. Zo wordt het toch nog even bloedje spannend op het eind. 6 punten verschil nog tussen Zweden en Ierland. 41 la Suède et 135 tussen de Harrys en tussen Linda Martin. Nog maar 6 punten verschil. Dus Lissabon in Portugal moet nu de beslissing gaan brengen. Nou, daar zit ze, Linda Martin. Hallo Luxembourg, bonsoir. Lisbonne, voici les résultats du jury portugais. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Eentje voor Denemarken. Denmark, 1 point. Irlande, 2 points. Nou, die maken aan de spanning wel heel verschrikkelijk snel een eind. Ireland, want Ierland krijgt 2 punten en daarmee heeft Zweden, dat is nu al zeker, dit Eurovisie Songfestival, dit 29e festival, gewonnen. Zweden, 4 points. Ook al krijgen ze hier maar 4 punten, het is ruim voldoende voor de eindoverwinning. Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. United Kingdom, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Belgique, 10 points. Belgique, 10 points. Belgium, 10 points. Et Espagne, 12 points. L'Espagne, 12 points. En de laatste 12 punten gaan naar Spanje. Nou, ik zei het wel, we weten het. Dit songfestival is gewonnen door Zweden. Door de drie gebroeders Harry. Ze wonen en werken in Los Angeles, maar het zijn wel degelijk Zweden. Het liedje heet Diggy Lou, Diggy Lay. En wat dat betreft is het dus niet nieuws onder de zon. Het is geschreven door
Fried Lindeborg, de schrijver. En gecomponeerd door Tornji Söderberg. En die gaan samen met hun dirigent Kurt-Erik Holmquist een machtig avondje tegemoet. Daar zijn ze, de Zweden. Het moet ook een meesterlijk gevoel zijn om als eerste op te moeten treden op zo'n songfestival en dan te winnen. Dat is in de historie nog zelden gebeurd, want dat betekent dat het lied bij de verschillende jury's toch wel heel goed is blijven hangen. Celle qui l'a gagné l'année passée en Allemagne pour le Luxembourg, ici. De Grand Prix de l'Eurovision wordt nu uitgereikt door de winnares van vorig jaar, die toen voor Luxemburg het Songfestival won met La Vie est Cadeau, Corinne Hermès. Nou, dan zie je meteen dat het winnen van zo'n Songfestival maar betrekkelijk belangrijk kan zijn. Want van haar hebben we eigenlijk nooit meer iets gehoord. Ça me rappelle de vos souvenirs. Alors on va montrer la plaquette. J'ai jamais vu cette plaquette. Deze regel had de plaquette nog nooit gezien. Dit is de gouden plaquette waar het allemaal om gaat. Please, on stage, les gagnants de cette année, daar Sweden. Komen ze, de winnaars van dit jaar. Zweden, dit is de boeren, Harry. So. En hier in Luxemburg is duidelijk so iedereen met deze overwinning. With Digilay, auteur, author, Britt Lindeborg, daar komen componist Tornji Söderberg, de tekstdichter Britt Lindeborg en dirigent Kurt-Erik Holmquist op de bühne, on stage. En daarmee hebben we dan een prachtig eind gekregen aan een songfestival dat niet alleen zonder rellen verliep, maar dat waarschijnlijk voor de eerste keer in de geschiedenis ook ruim binnen de tijd Sweden. Klaar was. Het was niet in de laatste plaats te danken aan al die Hollanders die dat zo goed gedaan hebben. Aan de NOS decorbouwploeg, aan het schitterende decor gemaakt door Roland de Groot, aan de jongens van Focus die het licht hier gedaan hebben, aan Kees Snoei die zorgde dat alles in het decor elektronisch heeft bewogen. Nogmaals, de Luxemburgers zeiden het, zonder Nederland was dat nooit iets geworden. Lol nu, en terecht bij de Zweedse Eurovision delegatie. Contest, and see, so termine le 29e en zoals de traditie wil, krijgen we dan altijd nog één keer het winnende lied te horen. En het zal ongetwijfeld een grote hit worden, want commercieel is het zeker. Het lied Diggaloo, Diggalay, gezongen door de drie gebroeders Harry voor Zweden. Once more as the final of our show. This program was brought to you by RTL Television, le programme français, und RTL Plus, das deutsche Fernsehprogramm von RTL. Dit programma kwam tot u dankzij RTL en RTL Plus. Next Saturday at the same time. Good night, good news. Dit was deze Renault Bush. De ce soir. En hier zijn de winnaars nog één keer uit Zweden. Harry. Yeah.
flying up high now. Sweet inspiration, going to the sky now. Couldn't believe I was dreaming. Couldn't believe it was true. Dig-a-loo, dig-a-lay, life is going my way. When I'm walking in my golden shoes, every dream has suddenly come true. Dig-a-loo, dig-a-lay, let this miracle stay. I could be whatever I would choose. Please don't wake me up, I'm dreaming of me in golden shoes. I know my dream was a fantasy illusion, but when I woke up I came to the conclusion de kop af, 10 jaar nadat ABBA in Engeland met Waterloo voor de eerste keer voor Zweden het Songfestival won, is Zweden voor de tweede keer succesvol met deze drie broers, Harris. Dat was het 29e Eurovisie Songfestival vanuit het kleine nieuwe theater hier in de stad Luxemburg. Het decor van 5 ton kan de kast in. De lampen en de spotlights gaan weer op de opleggers. En Marie Kwakman drinkt morgen, het is niet anders, gewoon weer bij haar vader en moeder lekker thee in Volendam. C'est la vie. Zo is het leven nu eenmaal. Maanden werk zitten erop met hopelijk het resultaat voor u. Een paar uurtjes plezierige televisie. Ik denk in elk geval te mogen zeggen dat de kwaliteit van de liedjes aanzienlijk hoger was dan wat we de laatste jaren gewend waren. Bedankt voor uw aandacht, nog een heel fijn weekend en hopelijk tot gauw. Vanuit Luxemburg zeg ik tot ziens.